Er komen voorlopig geen nieuwe uniforme inschrijvingsregels voor de Vlaamse scholen en dus ook geen digitaal aanmeldingssysteem, tenzij scholen of steden en gemeenten er zelf voor kiezen. Anders dreigt opnieuw kamperen voor de schoolpoort. Is de schuld van de Franstaligen of heeft de meerderheid te lang getalmd? Dag dames en heren, ik praat met Chris van Dijk, Vlaams parlementslid voor de N-VA, met Joris Poche, die voor de CD&V in het Vlaams parlement zetelt, en met Caroline Genet, die dat doet voor de SPA. Welkom allemaal in het programma. Ja, meneer Van Dijk, mevrouw Genet, jullie maken deel uit van de commissie onderwijs. Meneer Poche, u bent uitgenodigd omdat u in Brussel woont en de context daar op de voet volgt. Nu, aanleiding voor het gesprek is het nieuwe inschrijvingsdecreet voor het Nederlandstalig onderwijs. Een decreet dat er voorlopig maar niet lijkt te komen. Ik wil het straks hebben over de oorzaak van die vertraging, maar eerst de bedoeling van het decreet, Chris van Dijk, kort samengevat. Wel, het was een nieuw decreet, of het is een nieuw decreet voor heel Vlaanderen, dus inclusief Nederlandstalig onderwijs Brussel, waar we tot een aantal uniformiteiten willen komen, waarbij we digitaal aanmelden mogelijk maken, waarbij we eigenlijk, en dat is het basisopzet, op een zo eerlijk mogelijke manier mensen de kans te geven om de school van hun keuze te maken, om ook wachtrijen aan scholen te bannen. Want scholen die zeggen van, ja, het kan zijn dat we moeten weigeren, zouden digitaal verplicht moeten aanmelden. En wanneer je dat niet doet, dus die vrijheid hebben scholen nog altijd wel, dan is men ook verplicht in te schrijven. Ja, dus samengevat, digitaal inschrijven, niet meer aanschuiven, geen kamperen meer. Dat was het uitgangspunt. Online aan de computer, je kind inschrijven, klaar. Ja, inderdaad. Ja, dat is de bedoeling. Joris Poche, u woont in Brussel, waar de context iets of wat anders is. Aan het decreet zijn ook een aantal voorrangsregels toegevoegd voor Nederlandstaligen. Waarom zijn die nodig? Welke voorrangsregels zijn dat? Goh, we weten dat in Brussel voor de meeste jobs meertaligheid gevraagd wordt. En helaas stellen wij vast dat het Franstalig onderwijs een bedroevend laag niveau aan Nederlands sprekende aflevert op de arbeidsmarkt. Dus denken die ouders, ik stuur mijn kind naar een Vlaamse school, okay, dan kiezen wij voor het Nederlandstalig onderwijs, waardoor de druk enorm verhoogt en we dus een set regels nodig hebben om te bepalen wie we van die kandidaten als eerste gaan laten inschrijven. En de regels op dit moment, en wat ook de voorstel is van het decreet, is dat er een eerste voorrang blijft voor broers en zussen en voor kinderen van het personeel. En dan in tweede instantie een groep Nederlandstaligen voorrang krijgt. En dan kan je nog discussiëren over het begrip wat is een Nederlandstalige. Daar hebben wij bepaald, oké, okay, als een ouder, één ouder, een taalniveau B2 heeft, of dus een diploma van het hoger onderwijs erkend door de Vlaamse gemeenschap, dan is dat een Nederlandstalige. En dan in een derde groep hebben we een percentage voorzien van kinderen die geen Nederlandstalige ouderen hebben, maar die wel een schoolloopbaan hebben afgelegd in het Nederlandstalig onderwijs. Dus in de kleuterklas en de lagere school? Die negen jaar Nederlandstalig basisonderwijs hebben gedaan. En als ik goed ben ingelicht, wordt ja, dat percentage dat wordt voorbehouden voor die categorieën. Hè. Ouders, een van de ouders spreekt Nederlands, zou van 55% naar 65% mm-hmm. gaan. En dan 15% wordt gereserveerd voor de kinderen die 9 jaar in het Nederlands naar school zijn geweest. Ja. Kleuter en lagere school inbegrepen. Zijn dat nobele bedoelingen, Caroline Genet? Want het was trouwens uw partijgenoot Pascal Smet die als Vlaams minister van Onderwijs dat B2-niveau verplicht heeft gemaakt. Voordien was het B1, dus ik neem aan dat jullie ervan overtuigd zijn dat het nodig is. Ja, wij vinden het wenselijk dat Nederlandstaligen voorrang krijgen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het is een tweetalige hoofdstad, dus dan is het evident dat ook Nederlandstalige kinderen een plek op school vinden. Maar eigenlijk is de essentie van het nieuwe inschrijvingsdecreet, dat was bedoeld om kampeertoestanden in heel Vlaanderen, om die overbodig te maken. En daar hebben we de voorbije jaren toch wel wat getammel en getreuzel gezien vanuit de Vlaamse meerderheidspartij. Wij vanuit SPA hebben altijd heel simpele regels eigenlijk naar voren geschoven. Ook zelf voorstellen van decreet ingediend. Waarbij dat je eigenlijk zegt, kijk, laten we nu eens met één inschrijvingsdatum werken voor alle scholen in heel Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. Daar is iedereen het over eens. Dat zit nu mee in het decreet. Tweede element, als je dan centraal aanmeldt omdat je die kampeertoestanden niet meer wil en niemand wil dat, wel, laten we dat dan overal doen. Anders werkt het niet. Anders werkt het niet. Nu heb je regio's waar er inderdaad een capaciteitsprobleem is, waar
onvoldoende plekjes zijn op school voor de eerste keuze van de ouders. Wel, daar zal men nu aanmelden. Maar als men in een aangrenzende gemeente wel voldoende plekken heeft, maar die kinderen gaan naar school bijvoorbeeld in de grote stad, of dat nu Antwerpen, Gent of Brussel is, ja, dan blijven die kampeertoestanden mogelijk. En dat vinden wij een gemiste kans. Samengevat, heeft men het huidige inschrijvingsdecreet nodeloos gecompliceerd met voorrangsregels in Brussel. Ja, iedereen moet meedoen, want als natuurlijk een school niet meedoet en ouders schrijven daarin en gaan dan toch digitaal aanmelden, dan wordt een plek bezet gehouden. Dat wordt moeilijk op die manier toch? Ja, ik denk dat het de bedoeling moet zijn om inderdaad wat we noemen dubbele inschrijvingen zoveel mogelijk onmogelijk te maken. Dus eenmaal ergens aangemeld, dan ben je daar aangemeld. Zou je dan nog een tweede aanmelding doen, dan wordt de eerste geëlimineerd. Maar het is wel degelijk zo dat wij voor Brussel eigenlijk dezelfde voorrangsregels hanteren dan in de rest van Vlaanderen. Alleen dat er in Brussel één component bijkomt, zoals collega Pochet uitgelegd heeft, wat de Nederlandstaligheid die daar voorrang moeten krijgen. Nu, dat heeft er wel voor gezorgd dat het vandaag vastzit, want de Franse gemeenschap, de COCOF, en voor wie nu aan het kijken is en ergens aan de kust woont, dat is de Franse gemeenschapscommissie. Die ziet die voorrangsregels voor Nederlandstaligen niet zitten, heeft een belangenconflict ingediend. Joris Pochet, uw partijgenoot, de staatssecretaris in het Brussels gewest, Bianca de Baas, die heeft nogal fors uitgehaald, onder meer bij Brus, een schandalige stap, zegt ze, met negatieve gevolgen voor Brusselaars. Ja, absoluut. Wat ik daar juist zei, is gewoon een feit. Hè. Dus het Franstalig onderwijs leidt niet voldoende op tot tweetalige Brusselaars en daardoor komen die mensen bij ons. En in plaats van dan eens een diepgaande analyse te maken, om te zeggen hoe gaan we de kennis van het Nederlands optrekken en het niveau in het algemeen verbeteren. In het Franstalig onderwijs gaan ze schieten op de Vlaamse gemeenschap die net volop bezig is met een denkproces om de zaken vlot te trekken. En dat is iets wat we absoluut onaanvaardbaar vinden. Het getuigt van een gezond boerenverstand dat de Nederlandstaligen in Brussel, die een minderheid zijn, dat geven we ook toe, dat die in het Nederlandstalig onderwijs geraken en dat die daarbij voorrang hebben op niet-Nederlandstaligen. Ja, u sprak in de morgen over sabotage, Chris van Dijk. Maar goed, hebben de Franstaligen toch niet ergens een punt? Een pak kinderen in Brussel hebben ouders die nog Nederlands, nog Frans spreken. En hij heeft het grondwettelijk hof in het verleden niet geoordeeld dat ook Vlaamse scholen een wat men noemt billijk deel ervan moet opnemen? Wel, een zeer interessante vraag. En de vraag, nemen wij een billijk deel op? Ik denk dat we dat inderdaad doen. Op dit moment zijn ruim 20% van de plaatsen in het basisonderwijs plaatsen in Nederlandstalige scholen. In Brussel? In Brussel. Ja, we hebben het nu over Brussel. Hè? Ja. En wat het secundair onderwijs betreft zitten we ook tegen de 20%. Nu, als we gaan kijken wat is de aanwezigheid van de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel, ik heb daar maar één parameter, één criterium dat ik kan hanteren. De laatste verkiezingen. Dat zijn verkiezingsuitslagen. En daar halen de Vlaamse lijsten net geen 10%. Dus ik denk dat wij wel degelijk grote inspanningen leveren. A fortiori, er is inderdaad een grote groep in Brussel die thuistaal niet Nederlands, maar thuistaal ook niet Frans is. Dat is het punt. Ja, als wij de collega's van de COCOF horen, dan zeggen ze, Vlamingen, jullie leggen de limiet op 65%, dus jullie stoten al die anderstaligen weg. Eén, toch nog even mijn zin afmaken, wij komen in de meeste scholen belangen na niet aan die 65%. En op dit moment stel ik vast dat in onze lagere scholen 37% van de kinderen thuistaal niet Frans, niet Nederlands hebben. En daarom ook die 15% hanteren om die kinderen die thuis niet Nederlands, niet Frans, 9 jaar in het basisonderwijs gelopen hebben, dat die kunnen verder gaan in het secundair. Ja, maar stel dat de Franse gemeenschap ook voorrangsregels zou hanteren. Geen enkel probleem. Maar goed, riskeren we dan geen situatie waarbij de kinderen nergens gaan terecht kunnen? Nee, maar dat is stoelen. Dat is een vals argument van de Franse gemeenschapscommissie. Ze zeggen, mensen geen school meer vinden. Maar het is niet omdat je 20 stoelen anders toewijst volgens een andere regel, dat er stoelen weggenomen worden uit de klas. Zijn er genoeg stoelen in Brussel? Vlaams en Nederlands en Franstalig onderwijs samengeteld? Op dit moment werken we daar hard aan, om dat zo waar te maken. Ja, we werken er hard aan, maar zijn er vandaag genoeg? Want als de Franse gemeenschap op een paar uitzonderingen na zijn er voldoende stoelen. Als je regels oplegt, zitten we dan niet met een probleem. Maar dat is geen capaciteitsvraagstuk. Nee. Het is de vraag, wie geef je voorrang? Het is gewoon een capaciteitsvraagstuk. Nee. Als er minder stoelen zijn dan kinderen, hoe los je dat op? De capaciteit is inderdaad de basisoplossing voor het probleem. Maar
als wij onze voorrangsregels aanpassen binnen de Vlaamse gemeenschap en de Franstaligen zouden hetzelfde doen, dan vermindert dat niet de capaciteit in zijn totaliteit. En is die vandaag voldoende? Die is op dit moment bijna voldoende. Ja. En daarom zijn er nog volop investeringen. Maar je zal maar die 100 ouders zijn die vaststelt dat het bijna voldoende is. Maar kijk, dat was eigenlijk ook wat ik daar straks duidelijk geponeerd heb naar de collega's toe. Ik denk dat wij op een volwassen manier in Brussel als twee gemeenschappen duidelijk eens moeten kijken welke is de evolutie in deze stad. Qua kinderen, qua jongeren en het aantal. En daar ook afspraken in te maken wat de initiatieven betreft. Nu, vele gemeenten in Brussel, waar Vlamingen niet mee de dienst uitmaken in gemeentebesturen, hebben geen Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs. Waarbij we zelf gezegd hebben, waarom nemen die gemeenten... Er is eigenlijk maar één gemeente waar geen Vlaamse geschreven is. Ja, maar waarom nemen die gemeenten geen initiatieven? Organiseer Nederlandstalig onderwijs en de Vlaamse gemeenschap moet met geld volgen. Ik ga Caroline Genet laten reageren, want u schudde van nee toen ik vroeg, is er voldoende capaciteit vandaag als je de twee gemeenschappen samentelt? Ja, u mag het eens vragen aan de ouders in Brussel die actief zijn in de organisatie Elk Kind een Stoel. In het kleuteronderwijs in Brussel zijn er kinderen die niet ingeschreven raken, ook al willen ze naar school, omdat er gewoon geen plek is. Dus er moet uiteraard door de twee gemeenschappen bij geïnvesteerd worden in capaciteit. Dat is één zaak. De Vlaamse gemeenschap kan daar rustig nog een tandje bij steken. En we zijn ook bereid vanuit Vlaanderen, althans als het van ons afhangt, om die investeringen te doen in Brussel. Tweede element, er is natuurlijk een feit dat als je voorrangsregels invoert, dat dat geen capaciteit wegneemt, maar ook geen capaciteit creëert. En wat is nu het echte probleem? Dat er inderdaad, zeker voor het secundair, een studiekeuze is die niet voor iedereen uniform is. Voor het basis is het evident, je zendt je kind bij voorkeur naar de dichtstbijzijnde school die aansluit bij je keuze. In het secundair heb je andere opties, technisch onderwijs, algemeen secundair onderwijs. Dus die focus moet er gelegd worden. Je zou die moeten kunnen leggen. Wat is er de voorbije jaren, naar mijn aanvoelen, onvoldoende gebeurd? Men heeft niet geïnvesteerd of onvoldoende in capaciteit. En in tweede orde, maar, men wilde mag ik, eigenlijk mag ik van toch het even op vorige inschrijvingsdecreet... U zegt dat, maar ik hoor Chris van Dijk zeggen. Er is 20% voorzien voor een populatie van 10% Brusselaars die Nederlandstalig zijn. Wel, ik denk dat we er mogen trots op zijn dat het Nederlandstalig onderwijs ook voor Europeanen... Maar is het argument van capaciteit dan nog wel overeind te houden? Ja, omdat elk kind moet gewaarborgd onderwijs kunnen genieten. En of dat nu thuis Nederlands praat of een andere taal, elke ouder kiest natuurlijk de school van zijn hart en zijn keuze. En ik denk dat we investeringen moeten blijven honoreren. Maar twee, en dat is eigenlijk het pijnpunt van dit inschrijvingsdecreet, men heeft 5 jaar eigenlijk niets gedaan om helemaal op het einde van de rit te komen met een onvolkomen decreet. Men had perfect kunnen die ene inschrijvingsdatum regelen, dat centraal aanmeldingsregister voor heel Vlaanderen en Brussel verplicht kunnen maken, zodat je inderdaad maar 1 keer kon aanmelden en inschrijven. Heel simpel. Ik meld aan in een regio waar er onvoldoende capaciteit is. Ik ga even op de wachtlijst en waar er voldoende capaciteit is, ben ik meteen ingeschreven. Dat was de evidentie zelf en het simpele systeem. Ja. Maar men heeft dit inschrijvingsdecreet een beetje overladen met Brusselse voorrangsregels die het in de feite eigenlijk onwerkbaar hebben gemaakt. Wat men had moeten doen, dat was misschien de oplossing geweest, en nu zitten we in een belangenconflict. Men had het initieel moeten uit elkaar halen, dan hadden we nu een nieuw inschrijvingsdecreet. Inderdaad, Chris van Dijk, ouders in Gent, Antwerpen, Kortrijk, ik zeg maar iets, die zeggen van ik heb niks te maken met die situatie in Brussel en nu riskeer ik toch te moeten gaan kamperen. Had je het inderdaad niet uit elkaar kunnen halen, een Brusselsluik met eventueel voorrangsregels in een decreet en dan centrale aanmelding in een ander decreet, dan had er vandaag misschien geen belangenconflict geweest? Ja, voor eerst scholen die kampeertoestanden willen wegwerken, kunnen dat binnen de huidige regelgeving ook. Dat velen doen dat ook, hè? Ten tweede, dit is een fundamentele vraag. Zijn wij bereid in Vlaanderen vanuit de Vlaamse gemeenschap een onderwijsdecreetgeving te maken met 2 snelheden? 1 voor Brussel en 1 voor Vlaanderen. Wij zeggen daar duidelijk nee op. Nee, meneer Van Doorn, de vraag die ik u gesteld heb was, zou je de voorrangsregels niet in een apart decreet kunnen regelen en de centrale aanmelding in een ander decreet? Nee, want kijk, die voorrangsregels, zoals ik zeg, voor Brussel gelden dezelfde voorrangsregels dan in Vlaanderen. Broers en zussen, personeelsleden, de zogenaamde dubbele contingentering.
voor andere factoren. In Brussel komt er alleen de Nederlandstaligheid bij. Ja, hoe kan je nu een decreet maken waarbij je aan de criteria morrelt, maar in Brussel dan niet? Dat is niet uitvoerbaar. Omdat het iets anders is, collega Van Dijk. Er bestaan voorrangsregels in Brussel, zoals u terecht heeft opgemerkt. Collega Smet heeft die in het verleden ingevoerd. Ja. 55% voorrangsregels voor Nederlandstaligen. U wil dit nu optrekken naar 65%. Fair enough. Alleen heeft de Raad van State gezegd, waar is die 65% eigenlijk op gebaseerd? We hebben daar geen objectieve motivering voor. En als men dat dan leest in een advies van de Raad van State, die een wetgeving die nodig is om schoolkamperen tegen te gaan en om kinderen te laten inschrijven in de school van hun keuze, dan zou ik ervoor geopteerd hebben om niet nodeloos het decreet ingewikkelder te maken en zo kampeertoestanden op te lossen. Want het is zo, en dan sluit ik af, dat inderdaad veel scholen daar nu al aan werken met dat inschrijvingsregister. Ja, en veel gemeenten ook. Over maar er zijn ook scholen die dat niet doen en bewust straks, niet doen. Ik wil straks hebben over de scholen die het vandaag toch al doen. Misschien nog één vraag voor Joris Pochet. De context is natuurlijk in Brussel uniek, anders dan in de rest van Vlaanderen. Verantwoordt die context toch geen aparte regelgeving, zoals ik ook aan Chris van Dijk heb gevraagd, met twee decreten, eentje voor de centrale aanmelding en eentje met de voorrangsregels? Kijk, het is een van de fundamentele lijnen van CD&V geweest over de jaren heen om zoveel mogelijk de Nederlandstaligen in Brussel op dezelfde manier te behandelen als de Vlamingen in het Vlaams gewest. Dat weet ik wel, maar voorrangsregels zijn niet van toepassing in Gent, in Hasselt, in Kortrijk. Jawel, er zijn ook voorrangsregels. Alleen zit dat extra element van de Nederlandstaligen er niet bij, omdat er maar één systeem is. Maar die zijn er ook. Het onderwijs erkend door de Vlaamse gemeenschap. En dus vinden wij dat dat één pakket moet blijven. Maar wat ook wel belangrijk is, dat wil ik daar juist nog even zeggen, we moeten niet altijd onderstrepen dat wij maar met 10% zijn als het op verkiezingen aankomt. Want dan, ik zie de Franstaligen al klaarzitten om alles op te schrijven en bij de volgende regeringsonderhandelingen te zeggen, de sleutel van 80-20 waar we tot nu toe mee werkten, we zullen 90-10 pakken, want u geeft dat zelf aan. Dus dat vind ik iets heel gevaarlijk. En het klopt wel dat wij altijd hebben gezegd, wij zien 30% van de Brusselaars, 370.000 mensen dus, als ons doelpubliek van de Vlaamse gemeenschap. Qua kleuters zitten we al aan 25% van het marktaandeel. Dat kan dus nog een beetje stijgen, maar we willen daarin, en dat is niet meer dan logisch, die Nederlandstaligen meer voorrang geven. Ik heb Geert van Issendaal in het verleden nog horen zeggen, als je veel Franstaligen naar het Nederlandstalig onderwijs laat gaan, vervlaast Brussel als vanzelf. Maar goed, door dat belangenconflict vallen we terug op de bestaande regelgeving en dat betekent dat de zogenaamde dubbele contingentering voor het middelbaar onderwijs op zijn minst voorlopig toch overeind blijft. De verplichting voor scholen om twee contingenten in te schrijven, kort samengevat, een contingent kansarme kinderen, een contingent kansrijke kinderen. Die verplichting zou wegvallen met het nieuwe decreet, maar dat gebeurt niet. Caroline Genet, dat vindt u een goede zaak? Wel, wij zijn voorstander van het waarborgen van een sociale mix op school, omdat er ook onderzoek is dat aantoont dat de leerwinst van alle kinderen het grootst is als de diversiteit in een school gegarandeerd is. En van dat instrumentarium, dat ingewikkeld de dubbele contingentering heet, is gebleken dat het een licht positieve invloed had op het bevorderen van de sociale mix. Het is niet zaligmakend, we zijn er zelf ook niet mee getrouwd, maar het had wel een invloed naar meer sociale mix en dat vinden we wenselijk. We hebben altijd gezegd, we staan open voor andere systemen die die sociale mix ook kunnen bevorderen, maar tot nader order is er natuurlijk nog geen bewijs van geleverd. Dus het bevorderen van de sociale mix, dat vinden we een goede zaak. Via dubbele contingentering kan, maar kan ook via een ander systeem. Chris van Dijk, waarom moest dat er in het nieuwe decreet uit? Wel, voor het basisonderwijs is erin gebleven. Maar moesten we alleen als N-VA het voor het zeggen hebben, want laat dat duidelijk zijn, wij zijn daar helemaal geen voorstander van. Voor ons is het belangrijk dat de schoolkeuze van ouders primeert en ook dat een basisschool een weerspiegeling van de buurt is. Je kan mensen ook niet verplichten van, je moet de buurtschool nemen, maar toch liefst zoveel mogelijk een weerspiegeling. Heb je dan scholen met die anders ingevuld zijn wat sociale mix? Ja, dat zal ook wel zo zijn. Maar Vlaanderen zorgt er ook wel voor. Vlaanderen zorgt er ook wel voor met de zogenaamde SES-kenmerken. Dat zijn sociaal-economische kenmerken van ouders. Krijgen scholen ook meer
of minder middelen om juist tegemoet te komen aan die noden. Wij vinden dus dat sociale mix op zich hebben we niks op tegen, maar het vastleggen in een decreetgeving, daar hebben wij het altijd moeilijk mee gehad. We zijn wel gelukkig dat we nu, wat het secundair onderwijs betreft, eigenlijk aan de lokale actoren de vrijheid geven om te bepalen welke groep zij is ondervertegenwoordigd en in welke groep willen we extra. Maar dat is natuurlijk, in het nieuwe decreet, dat op dit moment onhoogstaan. Ja, welke groep is dan ondervertegenwoordigd? Dat kunnen ook kindjes met blauwe ogen zijn. Hè? Nee. Het moet toch objectiveerbaar zijn? Dat is duidelijk objectiveerbaar. Ik ga niet de leiding nemen van het gesprek. Daar is in ieder geval geen commentaar op gekomen van de Raad van State. Meneer Van Dijk, ik ga het woord geven aan Joris Pochet, want die wil ook reageren op de sociale mix. Ja, het is trouwens tussen de gele rode as mag tussen fietsen. Het is de CD&V die de minister van Onderwijs levert, die sociale mix door middel van dubbele contingentering is niet belangrijk als er uit mocht voor het secundair? Zoals men zegt, het is niet belangrijk welke kleur de kat heeft als ze maar muizen vangt. Ja. En dus dubbele contingentering is een mogelijkheid. Voor het secundair heb je een groep van 20% die je kan aanwenden om een ondervertegenwoordigde groep aan te boren en aan te trekken naar uw school. Wat Brussel betreft specifiek, is er zo'n grote diversiteit dat die mix vanzelf gebeurt. Dus daar hebben we geen specifieke regels voor nodig. En nog een laatste punt, wat voor de Nederlandstaligen belangrijk is en wat de Franstaligen ook moeten begrijpen wanneer zij ons nieuw decreet nu aanvallen, is dat in die 25% gok, hè, dus die dubbele contingentering, mensen die in een zwakkere socio-economische situatie zitten, die 25%, ook al waren dat Nederlandstaligen, die werden niet meegeteld om aan die 55% voorrangsgroep te komen. Ja, maar goed, technisch zijn, maar dat valt nu wel weg. U wordt wel technisch, hoe wil u de sociale mix dan wel garanderen? U zegt wel, in Brussel gebeurt het vanzelf, maar elders. Maar de school kan dat zelf beslissen. Dus wij geloven nogal in de vrijheid van onderwijs en in de vrijheid van de inrichtende machten. Die dus als de school zegt, wij willen eliteschool zijn, dan moet dat kunnen. In principe kan dat, maar in de realiteit zie je dat niet meer gebeuren. Maar als je nu spreekt over eliteschool, bijvoorbeeld een Sint-Jan Bergemans college in Brussel, heeft die reputatie. Dat is niet meer het geval. Die is aan een snel tempo aan het interculturaliseren. En dat is echt een afspiegeling van de buurt aan het worden. Dus het loopt dikwijls. Ja. We moeten ook geen probleem maken waar er geen zijn. Ja, hier wil ik zeker een punt maken. Want ik denk, en dat staat ook heel duidelijk in het decreet, en toch zeker als we naar de automatische aanmelding gaan, wij willen ook af van toestanden zoals ze vroeger bestonden. Voor uw kind is er plaats en voor u, want u past niet in ons profiel, is er geen plaats. Daar willen wij ook duidelijk van af. Dus het objectiveren van de inschrijving via die digitale aanmelding, dan kan je niet mensen verder sturen op basis van subjectieve criteria die je zelf hanteert. En op die manier, collega, zijn we ervan overtuigd dat de samenleving door de keuzes die men maakt, dat je inderdaad die mix die is overal aan. Mevrouw Genet, ik hoor hier toch wel zeggen, de school moet de keuze maken en je kan het niet verplichten, want als je natuurlijk een dubbel contingent moet hebben en de kinderen die dan in aanmerking komen voor contingent A, ik zeg maar iets, de kansarme kinderen wonen 10 kilometer verder, dan verplicht je iets wat onmogelijk te realiseren valt. Er zijn een aantal criteria. Ook thuistaal, ook de buurt is een criterium, dus het is niet alleen kansarm of kansrijk. En ik denk dat het wenselijk is om die sociale mix na te streven. Iedereen bewijst er lippendienst aan, maar we zien nog altijd in ons Vlaamse onderwijs, en in Brussel is dat niet anders, dat bepaalde scholen zich laten voorstaan op, kijk eens hoe goed onze reputatie is, want er wordt hier gekampeerd. Als men dat had willen aanpakken, dan had men inderdaad een centraal aanmeldingsregister moeten installeren waar alle scholen zouden moeten instappen en dan was je daar ook van verlost. Maar men heeft daar niet voor gekozen. Men heeft gekozen voor 2 verschillende systemen, dubbele contingentering in het basis, een ander, meer arbitrair systeem in het secundair onderwijs, waar de scholen zelf mogen bepalen. Dus het maakt het alleen maar ingewikkelder. En laat nu dat net een probleem zijn voor mensen die niet zo heel erg thuis zijn in schoolkeuze en timing en wanneer dat men aanmeldt en inschrijft. Maar collega's, men had het laten reageren, want ik wil het nog kort hebben over het reparatie. Ja, maar hoeveel kampeertoestanden hebben we gekend waarbij men achteraf moest zeggen,
Eigenlijk moesten we niet kamperen, want er zijn plaatsen genoeg. Ja. En die scholen waar het echt nodig was, zijn er echt niet zoveel. Ja, maar meneer Van Dijk, ondertussen, alles ligt nu stil, omwille van het belangenconflict ingeroepen door de Franse gemeenschap. We zien op heel veel plaatsen dat gemeentebesturen, maar ook schoolbesturen, er nu zelf voor kiezen om een elektronisch inschrijvingssysteem in te voeren, maar heeft wel een zogeheten reparatiewet moeten schrijven om de datums te stroomlijnen. Maar, heb ik gelezen in het verslag van het parlement, er staat ook geld tegenover. Er staan ook centen tegenover. Ja, dat is een zaak van de regering, maar laat het duidelijk zijn. En een positieve zaak van de regering. Dus de bedoeling was om scholen te ondersteunen om door digitale aanmelding te gaan. Het nieuwe decreet zit geblokkeerd. Dus scholen moeten dan grijpen naar het decreet zoals het bestaat. Nu, wat was het probleem? Dat in dat bestaande decreet data staan die zeggen van kijk, aanmelden moest je voor, ik dacht 15 oktober, voor een datum moest men de inschrijving starten. Dat was niet haalbaar. En dat hebben we gerepareerd, gewoon in het bestaande decreet. Ja. De data aangepast zodanig dat scholen op basis van het oude decreet tot die digitale aanmelding kunnen komen. Ja, gelukkig maar, Caroline Genet, dat de gemeenten, steden het zelf beginnen doen, dat centraal aanmelden. Ja, absoluut. De steden en de gemeenten zijn een beetje het slachtoffer van de vertragingsmanoeuvres die men in de Vlaamse regering. Men heeft daar 4 jaar over gediscussieerd, men is tot niks gekomen. Eind vorig jaar, op de laatste parlementaire zitting voor het reces, is men snel met een decreet, met een reparatie moeten komen, omdat data van het vorige decreet achterhaald werd. De meerderheid kon ook niet weten dat de COCOF zou een belangenconflict hebben. Maar de meerderheid had veel eerder een veel simpeler inschrijvingsdecreet kunnen presenteren, waar die kampeertoestanden in opgelost waren en waar een centraal aanmeldingsregister verplicht was voor alle scholen. Dan hadden we vandaag al geen probleem meer. Maar het is een beetje illustratief voor de manier waarop deze meerderheid werkt. De N-VA wilde af van die sociale mix. De CD&V wilde toch geen dwingend systeem dat over heel Vlaanderen zou moeten uitgerold worden. En het compromis van de twee maakt dat je de Franstaligen eigenlijk een doekje voor het bloeden geeft om een belangenconflict in te roepen. Zover zijn we. En het slachtoffer zijn eigenlijk de scholen en de ouders. Dat punt heeft u gemaakt. Joris Pochet, ondertussen in Brussel. Er zijn heel veel plaatsen waar scholen, gemeenten, steden het zelf beginnen organiseren. In Brussel ook centrale aanmelding, digitaal online. Ja, dat gebeurt al enkele jaren. En dus in Brussel zijn er geen kampeertoestanden meer. Ik heb ook gemerkt dat in Antwerpen al scholen gaan meedoen. Dus de mensen zien dat het systeem dat wij in voorbereiding hebben en waar we onze tijd voor genomen hebben, want dat is een zeer gevoelig thema, dat voelen we overal, dat pakt en dat de mensen dat daarop zitten te wachten, de scholen en de directies. En nog om even terug te komen op die zwakkere, de socio-economisch zwakkere ouder. Het is juist door die heel duidelijke, uniforme tijdlijn en het systeem dat eraan gekoppeld is, dat we meer kansen creëren en dat we de lat gelijker ook proberen te leggen. In elk geval bedankt alle drie voor dit gesprek. Joris Pochet van de CD&V, Chris van Dijk van de N-VA, Caroline Genet van de SPA en u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer. Dag.